weer een flashback. De studenten mochten met een budget van €500 van de school een film maken met het thema suspense. Tom van den Berg en Ralf Schuts kwamen met de psychologische thriller Waan. De film gaat over een meisje dat kampt met vervelende flashbacks. Daarvoor bezoekt ze een psycholoog en samen komen zij tot een vrij onthullende ontdekking. Dat klinkt spannend. Ja, zeker. Dat is ook een beetje het idee, hè, met het thema suspense. Het is altijd een droom geweest om filmproducties te maken en te begeleiden. Het is echt je hebt een visie uiteraard en die wil je uiteindelijk ook op het grote scherm zien. Naar mijn gevoel ook gelukt met deze film. De andere suspensefilm die zaterdag in Broed wordt vertoond is Running for Delilah. Daan Bothoff heeft daar als regisseur, scenario-schrijver en muzikaal arrangeur een behoorlijke klus aan gehad. Volgens mij heb jij een beetje gemultitaskt voor die film, of niet? Ja, ik heb een hele hoop gedaan, maar het was wel leuk om te doen. Dus ik vond het helemaal niet erg om meerdere dingen te doen. De film gaat over Alex, die samen met zijn vriendin geld probeert los te peuteren van haar ex-vriend. Ik moet eigenlijk de film zelf zien, want hij is niet heel lang, anders dan verklap ik te veel. Hoe lang duurt hij? Hij duurt 7 minuten. Beide thrillers zijn zaterdag tussen 1 en 4 te zien in de filmzaal van Broed. Daar is men erg enthousiast over beide producties. We waren zeer onder de indruk wat ze hebben neergezet. En de kwaliteit van het acteren, van de techniek, alles erop en eraan was van een heel hoog niveau. Minstens even blij is Ramon met het winnen van de Landelijke Filmeducatieprijs. We waren enorm trots, ook onverwacht. We waren natuurlijk al heel blij dat we genomineerd waren met onder andere Cinekit en met Pathé at School. En dat is niet voor niets, want Broed is wat de naam al zegt, een broedplaats voor iedereen die zich filmmaker noemt. Het is vooral dat wij talent een kans geven om film te maken van A tot Z. Dat kan zijn in begeleiding, in advies, maar ook van hoe kijk je naar film, wat is belangrijk bij het maken van een film. Suspense is je kijker meer informatie geven dan je karakters. En ja, om dat op een beetje een goede manier te doen in de tijd van Hitchcock is toch iets anders dan nu. Is toch best een uitdaging. Voor het eerst je eigen film in de bioscoop terugzien is dat natuurlijk ook. Jij zit waarschijnlijk meer om je heen te kijken straks dan naar de film. Ik denk het wel, want ik ken hem uit mijn hoofd. Ik kan hem dromen, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker relaxen te kijken, denk ik. Ik geef het uit handen, het is nu van het publiek. Hè. Die mogen doen wat ze mee willen. Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik relax zit te kijken. ik denk het wel.